We beginnen met Bart Vonk. Daar zit hij. Bart Vonk is coördinerend adviseur bij Rijkswaterstaat. En daar stond dan achter WVL. En dat zei mij niks. Maar misschien jullie allemaal wel, maar ik ben niet uit het water. Dus wat is WVL? Water, verkeer en leefomgeving. Helemaal duidelijk. De titel van zijn bijdrage is Rol en activiteiten Rijkswaterstaat op het gebied van regionale waterkeringen. RWK, die kon ik wel thuis brengen. En ja, Bart gaat het vooral hebben over de norm, over het normeren, het toetspeilen, moeilijk woord. En hij gaat het ook nog hebben over een draaiboek. Bart, het woord is aan jou. Nou, welkom. Ik mag het spitsbal afbijten qua presentatie. Het geeft mij veel ruimte om heel veel tijd te nemen en dan gaat het ten koste van mijn collega's. Dus Pim waarschuwde me al, je krijgt een kwartier max inclusief discussie, dus ik ga er redelijk rap doorheen. Begin maar eventjes met wat ga ik presenteren. Nou, wat beheert Rijkswaterstaat eigenlijk? Want heel veel mensen beseffen niet dat Rijkswaterstaat ook regionale keringen beheren. Dat die keringen ook genormeerd moeten worden. Nou, daar is een besluit over genomen. Ik zal het besluit toelichten. En hoe wij nu bezig zijn met het toetsen en nadenken over het verbeterprogramma. Eerst maar eventjes, wat beheren wij? Ik heb op dit kaartje, staat er niet echt heel scherp op, maar dit is het landelijke kaartje. En dan zie je dus dat Rijkswaterstaat in totaal aan 437 kilometer kanaal, het zijn allemaal scheepvaartkanalen, beheert. Waar 837 kilometer oever langs ligt, dan zult u al heel snel tellen van, dat is niet twee keer de oeverlengte, maar er zitten ook wat oevers ingegraven die daar niet echt op oever zijn of bij andere beheerders zit. Maar van die 437 kilometer kanaal hebben we in totaal 480 kilometer kering. Dus echt een hoogteverschil kanaalpeil achterland en de rest is ingegraven oever. En in vergelijking, Rijkswaterstaat beheert ook nog 215 kilometer primaire kering. Dus we beheren veel meer regionale kering dan primaire kering. Dus een beetje raar dat het zo laag op ons aandachtslijstje staat. Wat was nou de aanleiding waarom wij gingen normeren? En daar komt eigenlijk ook wat de Raad voor Onderzoek heeft aangegeven. We hebben in 2004 een fors probleem gehad met een dijkverzakking bij Stijn. Dat kwam omdat er een waterleiding in zat die iedereen vergeten was. En dat ding was gaan lekken. En het begon aardig te verzakken. En het heeft wel geleid tot een evacuatie van een gebied erachter. Omdat we echt bang waren dat die ging doorbreken. Dat is onderzocht door de Raad voor Onderzoek van Veiligheid. En die kwam eigenlijk in maar even rood onderstrepen wat de kern van hun samenvatting was. Dat toch wel de totale Rijkswaterstaatorganisatie ontbeerde een onderbouwde veiligheidsaanpak ten aanzien van beheer van regionale keringen, inclusief de daarin gelegen leidingen. En de laatste zin die er zit, die is natuurlijk helemaal stevig. Dat is naar de mening van de Raad mogelijk niet langer acceptabel. Nou, dat zijn forse uitspraken die als organisatie over je heen krijgt. De Raad heeft daar natuurlijk een tijd over gedaan. Dus in 2009 kreeg de voormalige staatssecretaris Huizinga dat advies. En die heeft gezegd, oké, ik wil dat er genormeerd wordt conform de IPO-systematiek. Nou, Rijkswaterstaat is dat gaan uitvoeren. Heeft een normeringsvoorstel opgesteld. Conform de IPO-systematiek, daar hebben we meerdere methodieken proberen aan te pakken. En wij kwamen op een hele gedifferentieerde normering uit, want wij gingen uit van sober en doelmatig. Dus wij gingen echt uit van, we gaan de norm zoeken die bij het risico hoort. Dus we hadden stukjes 1 op 10, stukjes 1 op 30 en stukjes 1 op 200, 300. Een lappendeken van normen. En daar zijn we met die lappendeken besluitvormingstrajecten ingegaan. En er waren hele intensieve sessies met waterschappen en provincies van, hey, is ons voorstel nou goed? En daar kwam eigenlijk uit van, kies alsjeblieft voor een norm die aansluit die wij ook als waterschap hebben gekozen. Want uiteindelijk beheren we met z'n totaal een hele ring en jullie hebben daar een stuk van. En het zou heel raar zijn als Rijkswaterstaat een hele andere norm zou kiezen dan de waterschappen hebben toegepast. Dus we hebben daar één norm, daar kom ik zo direct op terug. Vervolgens zijn we de consultatie ingegaan en mijn planning was eind vorig jaar een besluit van de minister. Dat is begin dit jaar geworden, omdat het net niet voor de kerstvakantie in de tas minister ging.
Maar de minister heeft een besluit genomen en dat per brief aan alle provincies medegedeeld wat de norm is. Er is maar één bezwaar en die komt uit provincie Brabant, omdat wij de kaders langs de A2 niet hebben genormeerd en de provincie daar nog over wil praten. Dus dat is nog enige hangpunt, maar voor de rest is eigenlijk de norm geaccepteerd. En we gaan nu het wettelijk traject in, dus dat we het nu ook wettelijk gaan vastleggen in een algemene maatregel van bestuur, dat het ook wettelijk verankerd is, die norm. Wat was de uitgangspunt voor de hele normering? Nou, sober en doelmatig. Alleen maar kijken naar de kerende functie, dus niet de norm vanuit scheepvaartbelang. IPA-systematiek als uitgangspunt en bestaande bestuurlijke afspraken honoreren. Er zijn bijvoorbeeld rondom Den Bosch, hoogwaterbescherming Den Bosch, zijn afspraken gemaakt over een norm. En die hebben we allemaal gehonoreerd. Er kwam dus ook in de consultatie naar voren dat de norm nu aansluit op wat de provincies ook voor de waterschap hebben vastgesteld. De bestuurlijke overeenkomsten zijn dus gehonoreerd. En er was alleen nog een dispuut over hoe zit de aansluiting op de hoge gronden. Hoe zorg je dat de kering wel ver genoeg doorloopt dat er niet achterlangs iets kan gebeuren. Nou, dat hebben we op kaartenmateriaal ook aangepast. En het resultaat is eigenlijk dat we hebben gekozen voor een ondergrens van 1 op 100. Dus we hebben die hele lappendeken hebben weggegooid. En we hebben gezegd, nou oké, één basisnorm, 1 op 100, dat is een soort ondergrens. En op een paar plekken een hogere norm waar het nodig is. En hier zie je zo'n voorbeeld. Die groene lijn, ja, het is heel slecht van achter te zien, is de 1 op 100. En bij Diemen daarboven hebben we dan nog een 1 op 300 norm, omdat we daar zeggen dat het risico voor de elektriciteitscentrale die erachter ligt, is toch wel, ja, eigenlijk wel maatgevend. Dan moet je niet al te veel risico's mee nemen. Nou, ze hebben dus voor elk systeem de norm vastgesteld, dus ik ga er even snel doorheen. Ook hier zie je dus die oranje, dat is dat hoogwaterbescherming Den Bosch, HOWABO, 1 op 150 norm. Julianakanaal allemaal 1 op 100 en bij Terneus hebben we ook een iets hogere norm gekozen. Dus dat is eigenlijk de normeringsverhaal. Dat is nu klaar. En dus nu zijn we in stadium van toetsen aangekomen. Nu hebben wij het grote geluk dat we als Rijk ons eigen toetskader mogen opstellen. Dus ik heb twee projecten daarvan gemaakt, twee aparte projecten. De ene is het hydraulische randvoorwaardenverhaal. Dat gaat ook de consultatie in namelijk. En het tweede is ons eigen uitvoeringskader voor de toets. En dat is iets wat we intern kunnen vaststellen waar ons bestuur zijn handtekening onder moet zetten. Maar dat is meer onze eigen werkwijze als Rijkswaterstaat. Nou, die hydraulische randvoorwaarden, die toetspijlen opstellen, dat hebben wij ook gedeeld met de waterschappen en de provincies. Een maand geleden hebben we het definitief verhaal rondgestuurd. Daar is wat reactie op gekomen, een kaartje wat er niet goed ons in zat. En rondom Markkanaal heel veel discussie, omdat het invloed van pijlbesluit of bergingsbesluit voor Krapsoenmeer ook zijn effect heeft op Markkanaal. Daar zijn we inmiddels ook uit. Dus dat gaat nu richting consultatie provincies. Dus de minister gaat daar die toetspijlen, dat hydraulische randvoorwaarden, toesturen aan de provincies met een verzoek van wilt u instemmen met deze toetspijlen. En waarom is het zo belangrijk? Omdat met name bij regionale keringen het niet helemaal scherp is wie verantwoordelijk is. Is de provincie nou voor de wateroverlast en de minister voor primaire keringen? Aan de andere kant, het is het eigendom van de minister, dus die wil er iets over hebben. Dus we kiezen eigenlijk voor de vorm dat we gewoon zeggen, nou, we moeten gewoon samenwerken en samen erachter staan wat goed is. En dan maakt het niet zoveel meer uit wie het vaststelt. Bij de toetspijlen moet ik wel zeggen, daar hebben wij een aantal uitgangspunten in genomen die niet op deze sheet staan. Ik heb wel een plaatje hoe het er nu ongeveer uitziet. Hè. Dit is een stukje Betuwepand. Dan zie je rode punten om de kilometer hebben dan een toetspijl opgenomen. Dus dat is eigenlijk de basis. En zo voor elk systeem deze tabellen opgenomen met toetspijlen. Maar wij zijn ervan uitgegaan bijvoorbeeld dat de waterakkoorden die zijn afgesloten ook nageleefd worden. We merken te veel uit de meetreeks dat soms veel hogere waterstanden ontstaan. En als je dat induikt, dan blijkt dus dat wij als Rijkswaterstaat de waterakkoorden met de waterschappen niet hebben gehandhaafd en dat de waterschappen dus meer hebben geloosd op ons systeem. Als je dat accepteert, dat betekent dus dat wij al onze keringen mogen gaan verhogen, terwijl waterschappen eigenlijk zijn waterakkoord, dus het water zelf langer had moeten vasthouden. Dus dat hebben we heel duidelijk in het verhaal meegenomen, dat dat het uitgangspunt is dat de waterakkoorden worden nageleefd. Ook het opstellen van de toetspijlen hadden we in ideale situatie probabilistisch willen doen en op modelmatige gegevens. Ik weet niet hoe jullie ervaring is, maar toen wij al die gegevens ophaalden, bleek dat wij te weinig en te korte meetreeksen hadden. Dat was één. Maar twee, dat die meetreeksen vaak ook niet betrouwbaar waren, omdat gedurende de levensduur van zo'n kanaal heel veel ingrepen hebben plaatsgevonden op zo'n kanaal.
bijvoorbeeld andere sluitregimes van sluizen of zo, waardoor die metrixen niet meer representatief zijn voor de huidige situatie. Dus we zaten er best mee te worstelen. En uiteindelijk hebben we toch maar de afleidingsmethodiek gebruikt die we ook voor de normering hebben gedaan. En dat geeft voldoende conservatieve toetspijlen. Dus we zijn wel aan de conservatieve kant gaan zitten. Maar in de ideale situatie is natuurlijk probabilistisch gedaan. Dan het kader wat we maken, dat is dus een intern verhaal. Staat uit een draaiboek waarin wij eigenlijk de uitgangspunten voor toetsen opschrijven. De betrokken partijen en hun rollen, de processtappen erin, maar ook de instrumenten. Willen wij bijvoorbeeld wel of niet met DAM gaan werken? Nou, dat is een keuze die je zelf als Rijkswaterstaat kan maken. Dus ook de instrumenten die je gebruikt. En het tweede deel is het technische deel. En het technische deel, daar hebben we dus heel veel gebruik gemaakt van de handreiking die Stelwa al heeft opgesteld. Dus wij gaan eigenlijk technisch inhoudelijk hetzelfde doen wat de waterschappen doen. Mag ook zeggen dat Henk van Hemert heeft dit stuk geschreven. Nou, jullie wel bekend. Henk die weet natuurlijk heel goed hoe dat systematiek in elkaar steekt. En dat technische deel, daar zijn we nu in afrondingsfase. Dus zeg maar, ons uitvoeringskader zit nu in de afrondingsfase. En we gaan nu richting de marktwerking. Even de stappen die we dus nu zetten. 2015 consultatie van de hydraulische randvoorwaarden. 2015 vaststellen van ons uitvoeringskader. 2015 start uitbesteding van onze toetsing. Dan zou de daadwerkelijke toetsing tussen 2015 en 2017 plaatsvinden. Zal waarschijnlijk een stukje 2017 inlopen als we nu naar de planning kijken. Hierop heeft ILT een toezichthoudende taak. Dus we moeten ILT ook in dit proces goed meenemen. En uiteindelijk willen we in 2017 ons toetsrapport opleveren aan de minister. En als we dan even door de oogharen kijken wat gaat de toetsing opleveren. In 2012 hebben we al een consequentieanalyse opgeleverd en toen bleek dat ongeveer 100 kilometer van de 480 die we beheren in min of meerdere mate niet zal voldoen aan de norm. Het zit meestal in hoogte en wat in stabiliteit, macrostabiliteit. En daar heeft de minister van gezegd, ja, ik heb voorlopig geen geld, want het geld wat ik nu besteed gaat eerst naar primaire keer. Dat heeft mijn prioriteit. Maar uit de toets gaan we wel de meest urgent. Als we echt een vak tegenkomen en zeggen, hier is de veiligheid in gedrang, dan gaan we wel oppakken voor 2030. En bij voorkeur laten we dan meeliften al met lopende verbeterprojecten, zoals damwandvervangingen voor de scheepvaart. Dat je dan meteen ook de kaderversterking meeneemt. En de uitvoering van de resterende dijkvakken, die staan op dit moment na 2030. Dit is mijn presentatie. Bart, bedankt. Een duidelijk verhaal over hoe het Rijk omgaat met de regionale waterkeringen. Vragen daarover aan Bart? Hey, kom bij me. Hoeveel, Bert van Zutphen, waterschap Brabantse Delta. Hoeveel kilometer denken jullie dat er afgetoetst gaan worden? Heb je daar een schatting van gemaakt? Ja, dat is deze. Circa 100 kilometer. Aansluitende vraag. Ja, want waar ik benieuwd naar was, is ook naar de aanpak van de toetsing van de aansluiting op de hoge gronden. Want ik weet uit onze toetsing dat we daar dus best wel wat vragen over hadden. We hebben enige discussie, nog steeds, met de provincie daarover. Hoe doet het Rijk dat? Ik ben bang dat je dat antwoord, dan moet ik het document in gaan duiken. Het enige wat we wel hebben gezegd, die hoge gronden, de aansluiting van hoge gronden, we hebben die primaire keer of die regionale keringen een flink stuk doorgetekend in de hoge gronden, zodat we zeker zijn dat we voldoende gaan toetsen. Maar hoe die aansluiting precies, ja, die vraag heb ik al eerder gesteld, van mijn jaar geleden. Ik moet daar nu het antwoord op schuldig blijven, ik heb niet paraat, sorry. Misschien anderen? Ja. Iemand die dat daar wellicht meer helderheid over kan geven? Of ervaringen van waterschappen daarmee? Ja. Dat is natuurlijk ook het doel. Niet? Moet ik even. Er waren nog twee vingers. Peter Lalkens, waterschap van onze Amstel Groningen. Dit gaat over regionale kering gelegen langs hoofdvaarwegen van Rijkswaterstaat. Geldt het voor alle hoofdvaarwegen van Rijkswaterstaat? Want volgens mij ligt er in Noord ook een hele grote vaarweg. Ja, ja. Waar Noorderzaal, het Wetterschip en Hunsenaars beheerder zijn. Ja.
Zou Rijkswaterstaat daar geen beheerder moeten zijn? Nee. De overdag. Nee, ja, het is heel simpel. En waarom niet? Nee, de overdag van de Fries-Groningse kanaal is alleen bakbeheer overgegaan. En de keringen zijn in beheer van de provincie gebleven. Het waren provinciale keringen. Dus bij de hele overdracht is een heel duidelijke beslissing genomen. Het gaat alleen de overdracht van de vaarwegfunctie, dat gaat naar Rijkswaterstaat. Dus Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de vaarwegfunctie, niet voor de kerende functie. Hier zit natuurlijk wel een mix, hè, want zodra wij vanuit de vaarweg zeggen die damwanden voldoen niet, moet je hem dan gaan vervangen vanuit vaarwegfunctie en moet je dan extra eisen gaan stellen vanuit kerende functie en wie betaalt dan die extra eisen? Dus hier zit nog een heel dispuut tussen regio en Rijkswaterstaat, dat weet ik. Ja, ik ken hem, maar we hebben heel duidelijk gezegd van wij hebben alleen de vaarwegfunctie overgenomen en de kerende functie blijft bij het waterschap. Mooi geprobeerd, maar toch niet gelukt. Gaan we naar die meneer? Anton Bosman, Stichtse Rijnlanden. Mijn vraag is even, hoe zit Westkanaaldijk van het Amsterdam-Rijnkanaal in jouw model? Ik heb 2017 gezien als eind van toetsing. Nou, dan hebben we Centraal-Holland achter de rug, denk ik. Ja. Tweede vraag zou zijn, al zou die dus volwaardig regionaal zijn, mag je hem spiegelen naar de andere kant, naar de Oostkanaaldijk? Nou, ik denk het niet. Eén, hij zit er nu niet in, want we hebben besloten dat wij alle beslissingen die voor, uit mijn hoofd, eind 2013 zijn genomen en ook bestuurlijk afgetikt zijn, die hebben we meegenomen. Nou, deze zit nog in wel of niet, dus die gaat dan wel bij 2023 de volgende toetsronde, dan is het besluit wel genomen. Dan kunnen we de Westelijke Kanaaldijk ook meenemen. Voorlopig zien we hem als een primaire kering. En ik durf niet te zeggen hoe ik hem zomaar kan spiegelen, want die risico's zijn natuurlijk totaal anders aan de oost- en aan de westkant. Dus of je daar even een standaardnorm 1 op 100 mag loslaten. Nou, daar is Pim Beerling onder andere met de provincie Zuid-Holland en een aantal waterschappen heel druk nu studie aan het doen van wat is nou de beste keuze voor die Westelijke Kanaaldijk. Dus die vraag zou Pim misschien nu beter kunnen beantwoorden. Die daar al een tipje van op kan lichten of niet? Nou ja, we zijn gewoon met op basis van de IPRO methodiek wordt gewoon nu gekeken van wat voor de Westkanaaldijk de beste norm kan zijn. En ja, dat is onafhankelijk eigenlijk van wat er aan de Oostkanaalzijde gebeurt. Daarmee de vraag voldoende beantwoord. Nog meer brandende vragen? Ja, de laatste, want het kwartier is al voorbij. In het uitgangspunt dat er tot 2030 geen geld is voor het versterken van de regionale keringen best wel stevige. En dat er dus op basis van veiligheid geprioriteerd gaat worden om te kijken of er voor 2030 wel iets gedaan moet worden. Welke criteria ga je daar dan voor hanteren? Want daar, in diezelfde discussie zitten wij natuurlijk ook met ons bestuur. En ik ben heel benieuwd wat de minister erin gaat doen en of ik dat kan gebruiken in argumenten richting mijn eigen bestuur. Hele goede vraag. Dat stadium zit ik nog niet. Want ik heb eigenlijk besloten, laat me eerst een keer de toets resultaten zien en wat dat gaat opleveren. Want misschien is het helemaal geen 100 kilometer, is het 10 kilometer. Of misschien hebben we het wel over 300 of 400 kilometer. Dus laat me eerst het probleem helder worden. En dan kan ik weer naar de minister gaan van wat is de strategie. Maar op dit moment heb ik daar nog geen keuze in. Als ik heel grof door de oogharen naar kijk, denk ik dat ons probleem wel mee zal vallen. Het is vooral een minimale hoogteverschil waar die telkens op 10 centimeter of zo. En denk ja, weet je. Ja, ja. Macro-stabiliteit. Ja. Macro-stabiliteit zit er ook wel in. Ja. Ja. Maar misschien is het dan een goed idee dat je volgend jaar kon vertellen van of je een strategie richting de minister hebt moeten toepassen. Nou ja, en dat die gedeeld kan worden met de andere partijen. Ik denk volgend jaar iets te snel is als ik 2017 ga opleveren, dan is volgend jaar iets te snel. Ja, dan wordt het bij de negende kennisdag. Lijkt me goed. Bart, bedankt.